Vandaag ga ik maar eens beginnen met iets wat ik al heel lang zeg dat ik ga doen, wat ik al heel lang wil doen, maar dat is gewoon elke ochtend gaan sporten. Ik ben geen fan van sporten. Ik zeg altijd dat alle sportgenen in mijn familie naar mijn zusje zijn gegaan en niet naar mij, want mijn zusje is helemaal gek van sporten. Maar ik wil gewoon meer in shape komen, omdat gewoon een gezonder lichaam. Dus rondje hardlopen is waar ik mee ga beginnen en daarna ga ik wat krachttraining doen. Kijken of dat de dag goed begint. Let's go, tik hem aan de bak. Oké, eerste keer zit erop. De dag is begonnen. Moet eerlijk toegeven, voelt best goed. Douchen en werken. Vanochtend was ik me ineens een tijdje productief, joh. Ik heb echt mijn weektaken en ik heb allemaal afgekregen en gewoon doorgegaan. Echt lekker. Misschien moet ik dat als ochtend sporten wel vaker doen. Toch wel oké. Nu ga ik de trein pakken, deze, naar Amsterdam Centraal. Twee afspraken, één koffiedate. En een afspraak bij een nieuwe locatie. Kijken of die voor ons programma, voor onze introductieworkshops kan fungeren. Let's go to Amsterdam. Oh wacht, jij moet de deur op mij. Eerste afspraak zit erop. Leuke koffiedate gehad met Eliane. Het gaat over marketing en allemaal dat soort hele toffe dingen. En wie weet, misschien gaat ze ons helpen met het verbeteren van de marketing. Dus er komen toch wel weer mooie dingen op je pad. Het is alleen maar de vragen, hè. Dus nu op naar de volgende locatie. De locatie spotten samen met Lydia. Dat vind ik best jammer eigenlijk, want we hadden echt een hele toffe locatie op UNLP. Maar die is helaas heel erg volgeboekt dit najaar. Dus ja. Goed, we gaan nu naar een locatie kijken dicht bij het Vondelpark. Dat is natuurlijk ook wel vet. Ik ben benieuwd of het wat is en of het betaalbaar is. Maar ja, het moet natuurlijk altijd wel te doen blijven. Anders moet het de kosten van een kaartje omhoog. En dat zou ik het liefste niet willen doen. Want volgens mij hebben we nu wel een goede prijs voor dit programma die mensen kunnen betalen. En dat vind ik toch wel erg belangrijk. Dat iedereen in staat is om mee te doen. En dat het geen gigantische aanslag is op je bankrekening. Dat gaan we meemaken. Wel leuk. Tochtje door Amsterdam, eindelijk op de plek van bestemming aangekomen. Hier gaan we kijken of we misschien voor een programma kunnen geven. Niet of het bij ons past. Het is wel strak aan het Vondelpark, maar daar is het Vondelpark. En hier is dat ding. Dat is wel leuk. Fijn gesprek gehad bij de Roos. Het wordt echt een hele toffe locatie. Het was eigenlijk de eerste locatie ooit die mee wilde denken. Die zoiets had van, hey, ik vind jullie concept tof en ik wil daaraan meehelpen om te zorgen dat het geweldig wordt. Even zo'n stoep af. Blijft leuk als mensen je heel gek aankijken omdat je aan het vloggen bent. Maar goed, dus de Roos wil echt meehelpen om het geweldig te maken. Ze waren heel enthousiast over ons idee, over de Happiness Company. En het leuke is, dit zijn ook mensen die hebben dan kids van ongeveer de leeftijd waar wij voor werken. En ze snappen het probleem, ze zien dat en ze zien dat een kid hier echt behoefte aan hebben. Ja, dat is cool. Ik weet nooit zo goed of ik met dit vlog namen moet noemen van mensen, maar ik wil in ieder geval de dame van de Roos ontzettend bedanken. Want haar open instelling, dat heb ik echt nog maar weinig eigenlijk niet gezien in de business van zaalverhuur. Dus dat vond ik heel groot en heel fijn dat ze dat had. Volgens mij het begin van een hele fijne samenwerking. Hey.
Hij vond het ook leuk. Nou, het is ook leuk om dat samen met Lydia weer te doen. Lydia heeft, die regelt het echt wel mooi voor ons. Dat is echt wel gaaf. Een paar mensen gaan me nu echt vergek verklaren dat ik niet mee ben gaan. Maar Lydia vroeg mij vanavond mee naar Ecstatic Dance. En ik heb erover getwijfeld, want het is ver uit mijn comfortzone. Ik denk dat ik het heel ongemakkelijk ga vinden. In ieder geval in het begin. Maar ik wil het wel een keertje proberen. Maar ik heb het toch niet gedaan. Ik had toch behoefte aan een avondje rust hier in Arnhem. Morgen flink aan de bak. En dan is zo'n uit je comfortzone ding misschien net iets te veel. Ik ga het wel een keer doen. Komt goed. Nou, nu lekker op naar huis. Avondje chillen. Morgen weer een hele toffe dag voor de boeg. Veel bijzondere dingen. Het is lekker leven zo vandaag, joh. Het is wel echt even een flink contrastje met gisteren. Vandaag is echt gewoon heel chill op mijn skateboard Amsterdam heen. En gewoon genieten van het mooie weer. Het is ook al een lange dag, joh. Het is echt, ik was vanochtend echt om 6:30 opgestaan om te sporten. Is wat. Ja, lekker op naar huis. Vandaag was echt een leuke dag in zijn geheel gewoon. Dit is hoe ik zeg het liefst heb. Gewoon de vrijheid ervaren op mijn longboard. Om door Amsterdam te skaten, mooie plaatjes schieten. Leuke afspraken, stappen zetten binnen mijn bedrijf. Gewoon productief zijn. Deze dag had gewoon alles. En wat nog leuk is, dat heb ik je nog niet verteld. En dat is dat na aanleiding van het vlog van gisteren. Waar ik een beetje, zeg maar, ten einde raad was qua marketing en dat soort dingetjes. Kreeg ik van mensen allemaal hele lieve berichtjes met tips en tricks. En wat zij denken wat zou helpen voor ons. En daar ben ik je heel dankbaar voor. Dus ik wil dit vlog graag afsluiten met een hele dikke dankie naar alle mensen die hebben gereageerd en voor je lieve woorden en bemoedigende woorden. Dat waardeer ik echt heel erg. Dus proost op jullie. Fijn dat jullie aan me denken en me verder willen helpen. Cheers.